Lieve mensen, een heel hartelijk welkom weer op de bemoedigingssite. Fijn dat je weer even komt kijken en ik mag ook deze bemoediging weer uitspreken in de naam van de Heer Jezus. Het licht van ons leven. Ik heb hier ook weer een kaars aangestoken. De Heer die in al onze behoeften naar zijn rijkdom heerlijk wil voorzien. Dat is een woord uit Filippenzen. En ik wil het je voorlezen. Want daar staat die prachtige woorden in de MBG-vertaling. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Mijn God zal in al jouw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien. Dat is een geweldig mooi woord. Maar wat betekent dat nou? Gaat het hier om geld? Nee, als je het ervoor leest dat Paulus zegt, ik heb genoegen leren nemen met rijkdom en armoede, dan weet je dat het niet over geld gaat. Gaat het erom dat alles voor de wind is gegaan? Nee. Paulus die zegt dat hij nachten zonder slaap is geweest, dat hij schipbreuk heeft geleden. Allemaal dat soort dingen. Dat is het ook niet. Behoeften. Wat zijn dan onze behoeften waarin God wil voorzien? Nou, om dat te beantwoorden neem ik je even mee naar heel lang geleden. Een idee van Plato en Aristoteles, denkers uit heel vroeger. En die waren bezig en die dachten, wat heeft de mens nou, hoe zit de mens in elkaar? En toen dachten ze nou, het belangrijkste in het leven is dat de mens eten heeft en drinken heeft en zich voortplant en leeft. Alles wat met het bio te maken heeft. En als hij nog wat ruimte over heeft, dan zal hij werken en relaties aangaan en met liefde en haat bezig zijn en met oorlog maken en vrede sluiten. Alles wat sociaal is. En misschien, als hij dan nog wat over heeft, misschien kan hij dan zich bezighouden met de zin van zijn bestaan. Het doel van zijn leven. Misschien heeft hij een focus. Misschien wil hij wat bereiken. En dan komt hij in het mystieke gedeelte waarin ja, wij input ontvangen voor dit gedeelte. Wat is de zin van mijn bestaan? En ik denk dat er veel mensen zo leven. God is eigenlijk het laatste. Het laatste stukje nog. Misschien als je oud bent, dan kan je nog eens over God nadenken. Maar dan is je leven al geweest. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk willen voorzien. Wie is dit dan? Wie is deze God? En hoe werkt dat dan? Nou, het is, en dat is natuurlijk heel eigenwijs, eigenlijk net andersom. Die driehoek moet je eigenlijk omdraaien. Je moet ermee beginnen. En dan zie je deze smalle punt. En deze smalle punt beeldt eigenlijk uit, hier is heel weinig ruimte voor allemaal andere dingen. Hier zetelt alleen God. In de bron van ons leven, in de bron van ons bestaan, is onze Schepper. En hij duldt niets om zich heen en naast zich. Hij alleen wil daar zijn. Maar hier vanuit wil hij naar zijn rijkdom ons leven beïnvloeden en zo aan onze behoeften tegemoetkomen. En zo gaat hij van mij beïnvloeden, eerst mijzelf, mijn leven, mijn gevoelens, mijn zijn hier op aarde. Als ik me heel waardeloos voel en beslist niet op mijn plek hier op aarde, dan is hij degene die tot mijn hart zegt, vertrouw mij nou maar, want ik heb een doel voor jouw leven. Ik wil jouw leven gebruiken en zin geven en ik wil het omringen met mooie, goede dingen waar jij sterk
en gelukkig mee zult worden. En dit beïnvloedt mijn gezin, hoe ik als moeder met mijn kinderen en kleinkinderen en met mijn broers, zussen, mijn vader, mijn ouders omga. En dit beïnvloedt mijn sociale leven en daarna mijn maatschappelijk leven. Weet je, er zijn vaders geweest die dachten vanuit hun liefde voor God gaan we ons heel erg hard maatschappelijk inzetten. En ze vergaten dat ze deze stappen ook moesten zetten en maken. Dit is een gezonde weg. Als Gods invloed van binnenuit komt en jouw leven gaat doortrekken. Als Hij jouw leven gaat doortrekken en naar zijn rijkdom werkelijk iets doet aan jouw behoeften. Nou, dat wens ik je toe. Dit beeld. Je kunt nog naar de bemoediging ook nog lezen. En daar werk ik hem nog wat verder uit. Mag God je zegenen. Amen. Word stil in mij. Je smeken heb ik steeds gehoord. Word stil in mij. Vertrouw maar dat ik kom. Word stil in mij. Ik zag je wilde huilen, al lukte het je niet. Die traan gesmoord in woede, ik zag jouw verdriet. Vind rust in mij, al lijkt je wereld weg te slaan. Vind rust in mij, vertrouw maar dat ik kom. Vind rust in mij, de golven kan ik breken, de wind luistert naar mij. Ik zal je nooit vergeten, vind je rust in mij. Stilstaan is geen achteruitgang, in de bron waar leven is, vertrouw op mij. De angst voor wat er nog moet komen, die wolk bedekt niet meer het nu. Geen schaduw brengt meer duisternis, uit een bang verleden. Word stil in mij, je smeken heb ik steeds gehoord. Word stil in mij, vertrouw maar dat ik kom. Word stil in mij, ik zag je wilde huilen, al lukte het je niet. Die traan gesmoord in woede, ik zag jouw verdriet. Word stil in mij, je smeken heb ik steeds gehoord. Word stil in mij en voel mijn arm.